Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Fatima Lamarti. Ik ben schepen voor Sociaal Beleid en Gelijke Kansen in de stad Vilvoorde. Ik sta op de lijst van SPA op de derde plaats. Ik ben gehuwd en mama van drie dochters. Ik ben actief uh, sinds 2000 in de politiek. Ik ben begonnen als gemeenteraadslid, dan ben ik schepen geworden van onderwijs in 2008. En sindsdien ben ik uh, bevoegd voor uh, sociaal beleid en gelijke kansen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik moet zeggen, ik ben al heel lang in de politiek. Ik, uh, ik ben al sinds 2000 in de politiek, uh, maar dan op lokaal niveau. Een aantal jaren uh, gemeenteraadslid geweest en dan uh, sinds 2008 schepen. Eerst van onderwijs en dan uh, van uh, sociale zaken en gelijke kansen. Nu ook sociaal beleid en gelijke kansen en voorzitter van BCSD. Dus ik, ja, ik zit al een tijdje in de politiek, maar ik uh, wou wel de stap uh, doen naar uh, het Vlaams niveau, omdat ik uh, het aanvoel heb uh, dat er niet. Uh, Goed genoeg of niet uh, genoeg middelen gaan naar bepaalde thema's. Ik zal zeggen, zo armoedebestrijding, uh, problematiek van het onderwijs ook. Ik ben uh, een voorstander uh, van een maximumfactuur uh, voor het secundair onderwijs ook. Uh, dat hebben we momenteel niet. Maar dat zijn allemaal dingen die je maar op Vlaams niveau kunt uh, doen. Daarmee dat ik zeg van kijk, ik wil de stap ondernemen en ook uh, ja, mijn stem laten horen binnen het Vlaams parlement als het mogelijk is. Welke quote heeft u gekozen? Het kan wel zekerheid voor een goed leven voor iedereen. Dat is mijn quote. Daarmee wil ik zeggen, um, we hebben een problematiek rond armoede, zeker uh, kinderarmoede. Als je ziet, eigenlijk uh, één op vijf uh, personen uh, in ons land uh, leeft uh, in armoede, vind ik dat eigenlijk een schande. Zeker voor een beschaafd land zoals uh, België zal dat eigenlijk niet mo meer niet mogen kunnen. En ik ben eigenlijk de persoon die daar echt enorm mee in zit. Uh, het feit dat je dagelijks geconfronteerd wordt met deze problematiek vanuit het BCSD, vanuit de dus stad. Mensen komen naar mij toe met bepaalde problematieken: mensen die hun facturen niet kunnen betalen voor hun kinderen, hè, als er activiteiten zijn. En dat vind ik wel erg, en ik heb het gevoel dat deze regering, hè, deze uh, Vlaamse regering, um, um, daar eigenlijk geen oog voor heeft. Um, ja, uh, ze hebben beloofd om uh, ja, um, uh, armoede eigenlijk uh, te verlagen met uh, de helft. Hè. Maar in tegendeel. He, uh, hun facturen worden, worden hoog, energiefacturen gaan uh, omhoog met 21 procent. Uh, ja, betaalbaar wonen, dat is er niet, maar ik denk ook van, dat dat van belang is. Als je wil dat een kind zich goed ontplooit op school, moet het ook wel een. Een goede nest hebben waar ze uh, op zijn gemak, uh, zijn huiswerk kan doen. Uh, weten dat er verwarming is en, enzovoort. Ik denk dat dat van belang is dat we dan meenemen als we effectief uh, kunnen meedoen hè, de volgende keer dat we zeker uh, aan armoede iets uh, zullen moeten doen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn politiek voorbeeld is de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte. Onze burgemeester, want ik ben van Vilvoorde en ik ben schepen in Vilvoorde. Ik heb hem in 1999 leren kennen via. Uh, mijn werk en uh, toen um, zijn we beginnen praten over politiek en ik ben eigenlijk door hem eigenlijk gefascineerd geraakt door uh, de politiek en ik ben dan uh, eigenlijk uh, het jaar daarop uh, was ik in één keer verkozen uh, in 2000 en uh, ik moet zeggen dat is zoals een ja een, een ik ben zoals een petekind ik kan terecht bij hem met bepaalde vragen uh, uh, hij geeft altijd heel goede raad. Um, we zijn het niet altijd eens, uh, dat zeker. Maar ik moet zeggen, bij bepaalde dingen kan hij uh, ja, mij echt goed helpen. En hij heeft nogal een heel goede dossierkennis. Uh, hij is ook uh, uh, vroeger schepen voor sociaal beleid geweest en OCMV-voorzitter. En hij heeft mij heel veel uh, geleerd. Um, wat dat er ook is van, hij heeft een aanvoelen van... Hij is een burgemeester voor iedereen en... Um, hij heeft mij dat ook leer, geleerd, ook hoe, hoe dat je met omgaan met mensen, dat je ook wel een laagdrempelig moet zijn ten aanzien van de mensen. Um, en dat is het leuke daaraan, uh, om mensen te kunnen ontvangen, een luisterend oor te zijn. En hij is dat ook. Um, wat dat er ook betreft, van, hij durft een aantal dingen uh, te vernoemen die andere politiekers niet durven. Zoals het uh, terugbrengen van uh, kinderen van, uh, van Syrië-strijders. Hij durft daarover te praten, terwijl anderen zich verschuilen over eh, deze thematiek. Dus en ik, ja, ik vind dat wel uh, mooi en uh, hij is wel een voorbeeld van mij. Wat zijn uw politieke interesses? Zoals ik uh, al gezegd heb, armoede is eigenlijk iets waar uh, een thema wat mij nauw aan het hart ligt. Maar er zijn ook een aantal andere aspecten zoals... Betaalbaar, kwaliteitsvol uh, wonen. Dat wil zeggen: van kijk, mensen die nu uh, in de privé uh, huren, die het niet altijd gemakkelijk hebben, hun toch wel wat uh, mogelijkheden geven om. Uh, hun huizen te kunnen isoleren en uh, om hun energiefacturen te verlagen dat uh, gebeurt uh, niet genoeg uh, in mijn ogen en dat is ook wel belangrijk want ja als je ziet dat sommige mensen hun facturen niet kunnen betalen uh, dan denk ik wel dat we daar zeker nog uh, heel veel werk aan de winkel hebben. Uh, Rond onderwijs hetzelfde, uh, zoals ik al zei, uh, uh, zien dat iedereen mee kan, want als je kinderen eigenlijk die uh, in een ASO-school terechtkomen, waar dat er facturen worden uh, meegegeven van 300, 400 euro, waar dat er uitstappen georganiseerd worden die heel duur zijn, en uh, sommige ouders kunnen die natuurlijk niet betalen, en dan maken ze een keuze. Om die kinderen eigenlijk in een andere school te zetten, waar dat minder, waar dat er minder kosten zijn. Terwijl je kansen ontneemt aan een kind dat eigenlijk zich goed zou kunnen ontplooien in het ASO. Maar het zijn de middelen die mankeren. Dus en ik denk ook van daar moeten we zeker rondwerken en zien dat er effectief ook, zoals ik al zei, een maximumfactuur komt in het secundair onderwijs. Dat iedereen gelijke kansen krijgt binnen het onderwijs. Wat kan er anders en beter in de politiek? Naar mijn aanvoelen is politiek zo um, moeilijk voor de gewone mens. Ik denk een transparante, laagdrempelige politiek is echt van belang. Als ik vaak mensen hoor spreken over politiek, de gewone burgers, die zeggen van ja, we hebben een debat. Uh, uh, bekeken op tv, maar we hebben er niets van begrepen. Uh, er wordt zo uh, ja, met, uh, politieke termen gebruikt uh, binnen, uh, binnen het parlement uh, uh, en uh, op tv, en mensen begrijpen er niets van. En dan krijg je een aversie van de politiek. Je moet eigenlijk transparant zijn, uh, uh, mensen kunnen aanspreken met de taal dat ze kunnen begrijpen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb hier een Marokkaanse theepot meegebracht. Eerst en vooral, ik moet zeggen van back to my roots, hè, dat ze zeggen. Um, ja, um, het feit is ook van ik wil mijn, mijn herkomst ook niet verloochenen. Ik ben van Marokkaanse origine, ik ben daar ook wel fier op. Maar tegelijkertijd ben ik uh, een Vlaming, een wilvoordenaar, een Belg. Hè. Uh, maar ik uh, vind dat uh, cultuur en uh, ja, al uh, de verschillen die we hier hebben in, in ons land, dat moet eigenlijk een, een troef zijn. En mensen bekijken dat vaak niet als een troef, maar precies iets dat. Heel negatief is. Maar je moet altijd zien dat je het beste ervan maakt. En een theepot is voor mij een symbool van feest. En in de Marokkaanse feesten wordt er altijd thee geschonken. Als we mensen op bezoek hebben, dan wordt er thee ge gegeven. En dat is ook een, een, een symbool van gastvrijheid. En die gastvrijheid zou ik graag hebben die ook hier in België zou moeten aanwezig zijn. Die is er, maar die zou nog beter kunnen. En ik had een ander voorwerp, nee, uh, maar dat is niet echt een voorwerp, maar het is eigenlijk uh, de eerste arbeidskaart van mijn papa. En daar ben ik heel fier op, uh, want uh, het is door mijn papa dat ik hier aanwezig ben. Mijn vader is hier in 1962 toegekomen, ik ben in 1966 uh, geboren. Uh, die is hier gekomen door... Uh, ja, uh, ja, een contract gekregen in Tangier, hè, hè, om naar hier te komen, om te werken. En um, mijn papa was mijn grootste fan. Ik ben enig kind, in een Marokkaans gezin is dat ook niet altijd uh, de gewoonte, maar ik ben enig kind. En mijn papa was mijn grote fan. En uh, die wou dat ik er geraakte, ook met mijn studies. En uh, als ik dan uh, gezegd had van, kijk, um, ik ga in de politiek, was hij de eerste om aan mijn affiches te hangen en te zeggen van hoe fier dat hij was dat ik meedeed aan de politiek? Het feit dat dat niet altijd evident is voor een Marokkaanse vrouw van origine, Marokkaanse origine en ook als moslima, om mee te doen aan de politiek, zeker in 2000. Nu zijn we al een stap verder. Nu zijn er al verschillende mensen van allochtone origine die aan politiek doen. Dus allee, we zijn al uh, veel stappen vooruit, maar ik merk op, uh, zoals in het Vlaams parlement en in het federaal parlement, dat dat maar minimaal is, hè, dat we nog niet de weerspiegeling van de samenleving hebben. Hè. Dus uh, ja, daarmee dat ik ook uh, nog eens een stap verder wil gaan en hopelijk uh, zal dat oké okay zijn. Maar uh, ik, uh, ja, ik ben een voorstander dat... Jongeren, mensen van allochtone origine zeker meedoen aan de politiek. Want dat was het motto van mijn papa ook. Die wou dat ook. Die zei van jongeren moeten zich engageren, wij leven hier, wij werken hier, dus wij moeten ons ook politiek engageren.